Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanuit Horst Basisschool De Twister, groep 6. Yay! Zij gaan straks fruit sjoelen. We hebben de vlog, maar we beginnen met het kerngezonde nieuws van deze week. De laatste kerngezond activiteit van dit schooljaar voor de kinderen van basisschool De Leerlingst uit Halen stond in het teken van water. Met behulp van de waterproefboxen van WML leerden de kinderen alles over de hardheid van het water, hoe watermoleculen werken, wat waterdruk is en hoe gezond water is. Een leuke, leerzame en vochtige afsluiting van een kerngezond leerjaar. De kinderen van basisschool Het Spik in Bezel gingen onder leiding van wandelsportcentrum Solberg een sportieve tocht door het dorp maken. Onderweg speelden de kids een expeditiespel, memory en een quiz. De gehele tocht in een prachtig zonnetje was pure promotie voor het buitenspelen. Vandaag zijn we bij een metaalrecyclingbedrijf in Roermond. Wat is recyclen nou eigenlijk? Dat ga ik jullie vertellen. Recycling is het opnieuw gebruiken van afvalstoffen. In dit geval metaal. Gaan jullie mee? Jos, waarom moeten we eigenlijk dingen recyclen? Nou, metalen doen we recyclen, zowel voor het milieu. Dus er worden eigenlijk nieuwe ertsen uit de grond gehaald, maar er zijn lang niet genoeg nieuwe ertsen beschikbaar voor al het materiaal te kunnen maken. En daarom doen we ook oude materialen, zoals gebruikte ijzerafvallen, doen we daarbij voegen. Dat is wel heel duurzaam. Ja, dat is zeker heel duurzaam. Eigenlijk kun je zeggen dat alles wat hier binnenkomt voor 100% gerecycled wordt. Jos, welke metalen recycle je hier? Zoals ze bij ons noemen ze dat ferro- en non-ferro-metalen. Ja, of ook wel gezegd, dus ijzerhoudende metalen en niet-ijzerhoudende metalen. En ijzerhoudende metalen, ja, zoals jullie allemaal hierachter kunnen zien, dat is eigenlijk het staal. Maar niet-ijzerhoudende, aluminium, koper, roestvrij staal, zink, lood. Dus eigenlijk alles. Hoe doen jullie dat recyclen? Nou, wij halen dus containers op bij industriële bedrijven. Die kiepen we hier op, die maken we op maat. Sorteren we uit met de hand, knippen we met deze schaar bijvoorbeeld. En als ze dan op maat zijn, leggen we ze klaar voor de vrachtwagens of de boten voor ze op te halen. Jos, ik durf er bijna niet te vragen, maar mag ik even? Zeker, kom maar. Zo, wat een bedrijf. Bedankt, Jos. Recyclen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook heel duurzaam. Maar ook vet gaaf. Hoi, tot na de zomer! Dan is het tijd voor de challenge en dat doen we met groep 6 van basisschool De Twister uit Horst! Hey! En Tobbe, jij mag beginnen om zoveel mogelijk sjoelstenen te proberen te verzamelen. Welk kaartje heb je getrokken? Algemene kennis. Nou, dan ga ik eens kijken of ik een hele moeilijke vraag voor je heb. Hoeveel magen heeft een koe? Vier. Dat is goed, ja, vier. Heel goed. Bas. Bas, jij bent de tweede. Welk kaartje heb jij? Rekenen. En kun je een beetje rekenen? Ja. Ja? Wat is de wortel... Wat is de wortel van 9? Dat is niet de vraag, hè? Ik denk even kijken of je kan rekenen. Dat hebben ze in groep 6 nog niet, hè? Nee. Daar komt hij, ben je er klaar voor? Het is wel een lastige.
261 plus 117. 261 plus 117. Is de som. Een klein beetje geholpen, maar super antwoord. 2 joules in de benen. 378. Dan komen we bij Ties. Ties, welk kaartje heb jij getrokken? Bieten. De bieten. Hij bedoelt de bite. Want hij gaat met de komkommer aan de slag. De komkommer die weegt 76 gram. Aan Ties de eer. Smakelijk eten zou ik zeggen. Om de helft eraf te bijten. Hij moet uitkomen op ergens rond de 38 gram. Hij mag er 5 gram lang zetten. Dus tussen de 33 en 43. Precies 38. Helemaal goed. De joelstenen, de 3 en de 4 zijn binnen. Applausje voor Ties. Ja, en dan gaan we naar Bo. En Bo, jij speelt toch wel voor de belangrijke joker. Niet zenuwachtig worden. Welk kaartje heb jij getrokken? Stuiterbal. Stuiterbal. Dus je hebt 3 pogingen. Ik geef je de eerste alvast aan. Om het pingpongballetje met een stuit in het kommetje te krijgen. Concentreer je. Pak je tijd. De joker is binnen. Volle bak sjoelstenen. Ik zou zeggen, we gaan sjoelen. Ja, dan gaan we sjoelen en dat doen we met Maxime van groep 6, dus van basisschool De Twister uit Horst. Yeah! En die klas heeft het heel goed gedaan, want kijk eens, 2 extra eentjes hebben ze al verdiend. 2 extra tweetjes, een drietje, een viertje en, superbelangrijk, de joker. Maxime gaat het doen, het startschot komt van jullie. Jullie hebben allemaal een gezonde komkommer gekregen. Ik zou zeggen, 3, 2, 1, knak, ja, dat is hem. We beginnen met de eentjes, daar gaat hij. 4 punten. Je hoeft ze maar binnen te hebben. 4 punten. 3 punten. Oh! 10 punten. Gaat het lekker, jongen? Ja. Ga door, de tweetjes. Gaat er toch eentje mis, ja. Oeh. Hij krijgt de aanwijzingen. Oei! En naar de drietjes. 6 punten erbij. Oeh, wacht. Oeh! Die hoef je maar aan te raken, denk ik. Maar ja, kom je daar? Dat zijn 12 punten erbij. Even wachten. Hij heeft er nog 1. Hij heeft al heel veel punten gescoord. Gaat deze joker ergens in, dan scoort hij superveel punten erbij. Dus we gaan nog even het een beetje spannender maken. Jij pakt de joker en dan we... Oeh. Doe maar je best. Probeer maar achteren. Oeh, hij ging recht over de 10 heen. Geef hem een applaus. Klasse gedaan. Maxime. De score van 39 punten is niet voldoende voor een plek in de top 10 van het klassement. Volgende week is het de beurt aan groep 6-7 van basisschool De Bongert uit Nederweert. De klas met op het einde de hoogste score wint een uitstapje naar Limburgs Uitje in Zevenum. Deze dag wordt afgesloten met een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Ja, we zijn bijna aan het einde van deze Kerngezond TV. Groep 6 van basisschool De Twister in Horst. Oefen te weef. What else, hè? Ik bedank jullie voor het kijken. Denk aan het gratis downloaden van onze app. En graag tot de volgende keer Kerngezond TV. Hoi! Groet uit Horst. Hoi, hoi.